Om 9 uur vanmorgen gonsden de zware bassen nog altijd door de luidsprekers in de 3 gekraakte panden in Doel. Het anders zo verlaten dorp is ingenomen door jongeren, alcohol en drugs. Het is gewoon een illegale technofeest. Het is gewoon ja, volop bas en ja, gewoon losgaan met z'n allen. Gewoon lekker ja. Genieten. Genieten, ja. Inderdaad. Genieten van het nieuwe jaar. Het is 2012 toch? Nee, daarom. Meer dan 500 illegale feestvierders van over heel Europa zijn vannacht naar Doel gekomen. Ze hadden via sms en via het internet afgesproken. De weinige bewoners van Doel ondervonden veel overlast. Ze zijn er niet over te spreken dat niemand tegen de illegale raveparty optrad. Ik weet nu wel dat ze allemaal zo dronken als een tor en zo stoned als een aap zijn. Ik weet dat. Maar op zich zijn jonge mensen en het is nieuwjaar, oké, goed. Maar het is een discrepantie tussen het een en het andere. Uiteraard. Dit is niet aangevraagd. Dit mag. Als wij iets aanvragen, mag het niet. De politie wilde wel optreden, maar durfde geen risico's te nemen. Er was te weinig personeel en dus lieten ze maar begaan. Men moet mij een keer zeggen dat wij met 9 mensen zouden kunnen optreden en dat wij dus met 9 mensen, 500 mensen, op een gegeven moment meer dan 500 mensen, manu militari zouden verplichten om te vertrekken. Dat zou dus geleid hebben tot een zeer gevaarlijke situatie, vooral ook voor die agenten. Om 12 uur vanmiddag moest iedereen weg zijn van de burgemeester, maar dat is niet het geval. De politie bekijkt nu wat ze verder gaat doen. Een adem- of een speekseltest afnemen doen ze hier vandaag in ieder geval al niet.